Goedemiddag allemaal, het is nou net 10 over 12. Ja, het is vandaag maandag 27 november. Ik ben heel sportief gekleed. Ja, zoals je kunt zien. Dit is dus van de Action, dit hele setje. En de schoenen is van de Primarkt. En deze jas is van de Husky Groep. Ja. Ik ga zo meteen lekker sportief doen. Lekker canicrossen en door dit baggeweer. Maar ik moet wat aan mijn conditie doen. Mijn meisje moet wat aan haar conditie doen. Dus jullie zien me zo meteen wel voor bijrennen. Ja. Nou, wij zijn, we zijn aan het lopen en naar de tandarts. Ja, we zijn aan het lopen. Want ik heb eigenlijk 3 gaatjes, maar hij heeft 2 gaatjes gefotografeerd. Dus even kijken of hij deze kant nog kan fotograferen. Want volgens mij heb ik hier ook nog eentje zitten. Ja, de vorige keer had ik ook al goed aan deze kant. Want toen zei hij van, nee, toch geen, je hebt toch geen gaatjes. Ik zei, ik wel. Ik zei, hier al 2 ergens. Nee, dat kan niet. Ik zeg wel, dat kan wel. Dus hij hier. Foto van Marcus. Je hebt nog gelijk ook. Nou, ik had het niet meer. Echt, ik had het niet meer. Hij zei, waarom moet je nou lachen? Ik zei, nou, omdat ik gewoon gelijk heb. Oh, moet je daarom lachen? Ik zie, ja, daarom moet ik dus lachen. Dus, dat vond ik gewoon wel even grappig. Dus, nou gaan we dus naartoe. Daar gaat mij zo meteen vloggen als ik in de stoel zit. Als het mag. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. En bij de tandarts. Goedemiddag allemaal. We zitten nu bij onze favoriete tandarts. Voor zover de favoriete tandartsen zijn. Er was net even lichte paniek dat er een andere tandarts zou zijn. Ja. Maar gelukkig, hij zat in een andere kamer. Dus dat gaat goed komen. Dus we moeten nog even wachten. Nog heel even geduld. Ja. Oké. Okay. Lang geleden. Jullie hebben je ook hoofd. Lang geleden. Ja. Om heel snel weer te vergeten. Ja. Gelukkig is het een hele vriendelijke tandarts. Deze wel, ja. Lekker rusten. Ja. Niks overhaast. Nee. Precies. Een lekker slaapmuziekje. Dat hoor je ook niet vaak, nee, muziek bij. Inderdaad. Heerlijk. Het is zo heerlijk hier met die muziek. Nog even en ik val in slaap. Dat mag toch? Nee, dat mag niet. Oh, dat weet ik niet. Nee, dat lijkt me niet handig niet. Oké, nou, dat weet ik. Ja, misschien ook wel, maar... Merk je er niks van. Nou, ik heb nu al volgens mij klamhandjes, maar... Ja, goed, altijd. De meeste mensen denk ik toch wel. Ja, ik weet niet. Nog even, en ze mogen wel een
volwassenen speelgoedton een grabbelton gaan maken. En voor mensen en die bang zijn. Als je het goed hebt gedaan. Straks even naar de AC-tion voor wat leuks voor jou uitzoeken. Is dat goed? Ja, doet je best maar. Ja, heel erg best. Nou zo, top. En dan ga je straks weer verder als je eventjes een beetje bezig is. En dan rijden. Dat doet je best maar. Maar is ik gewoon heel rustig, dat klopt. Nee, goed, maar hij neemt de tijd voor zaken, voor de dingen. Mm-hmm. En stelt je op je gemak. Mm-hmm. Het ergste waar je van kan schrikken is die rekening die straks gaat komen. Nee hoor. Ik weet al en wat ik bij je moet betalen. Oké, okay. Nou, ik vind niet van te schrikken. Dat nee. Scheelt je. Ja. Ideaal. Mooi. Ja. Precies. Maar is je. Je piercing zit niet in de weg, gelukkig, denk je? Nee, die zit nooit in de weg. Oké. Okay. En dat hij hem zag, dat vond hij ook niet echt heel leuk in het begin, maar. Nee, want tandartsen hebben algemeen iets van. Nou, dat kan je tanden beschadigen als je erop gaat knauwen, weet ik het. Ja, maar dat doe ik dus niet. Nee, dat is goed toch? Ja, ik speel er wel af en toe mee, maar dat is gewoon echt dit. Ja, maar dan steek je het naar buiten, niet langs je tanden. Nee. Daarom. En jij lacht wel leuk. Ja, goed. Ja, vloggen heet dat. Vloggen, ja, gezellig. Ja, je kan ons volgen op en op YouTube. Ja. Ik heb straks een kaartje voor je. Je meteen abonneren. Ja. Dan heb ik 190 volgers. Ik moet naar de 1000 toe. Ja. Nou, ik moet niet. Ik zou het leuk vinden. Wil graag, zou het leuk vinden. Ja, en delen. Ook delen mensen. En dat ik dus nou hier in de stoel lig. Ja. Ja, ik denk dat het wel kijkers trekt. Jammer dan voor hun. Ja. Maar ik vind het leuk. Jij vindt het leuk, oké. Okay. Tenminste iemand die het leuk vindt. Ja, precies. Ik niet namelijk. Hoort jij wel graag, doen we dat toch? Ja, precies. Ik zag dat je lekker gewoon relaxed ligt. Heerlijk. En totdat je zand en een spuit gaat geven. Dan ben ik al. Met jouw gezondheid, is niks veranderd? Nee. Is het hetzelfde? Nee, ja. Nou, geen problemen gehad met de gedoe? Nee, hè? Nee. Mijn bijten op, niks te zien op de voet. Zijn bijten dicht. Nou, ik ben bij de tandarts geweest. Deze kant is helemaal verdoofd. En dat praat nu ook niet echt helemaal lekker, maar jullie kunnen mij wel denk ik nou verstaan. Hij heeft mijn gaatjes gevuld, hij heeft een beetje mogen filmen, maar nadat hij een hele grote spuit zag, was hij in één keer weg. Ja, het was overbelicht. Overbelicht, echt niet. Echt niet, nee hoor. Nee, maar hij heeft helemaal niks en met medische termen helemaal niks. Helemaal niks, nee. Precies. Dus hij had zoiets van, nou ik moet maar heel snel weggaan zijn, want dit vind ik helemaal niks aan. Dus, maar de volgende keer gaat hij gewoon weer wat langer filmen. Ja. Dus, maar over het algemeen was alles weer goed. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Ja, daar ben ik heel blij mee. En het regent. Ja, het regent. Maar ik hoef niet onder de paraplu. Want ik word toch wel nat onder een douche als ik ga douchen. Dus, nee hoor, ik hoef niet onder een paraplu. Geen zin in ook. Nee. Ben jij en verzuiken dan? Nee, van cement. Daar word ik hard van. Ja, precies. Nou, nee. Wij gaan dus nou lekker weer naar huis lopen. Dus jullie zien ons straks weer. Hey allemaal. Ja, jullie hebben het al waarschijnlijk kunnen zien op en op mijn moeder haar YouTube kanaal. Mijn stiefoma is vanavond helaas overleden. Dus ja, dat is ook eventjes, hoe heet dat? Ja, het daalt een beetje bij mij, denk ik, weet ik niet.
Maar ja, ik weet ook even niet hoe ik ermee aan moet. Want ik ben eigenlijk al vanaf 7:15 behoorlijk bezig met de grootste instantie te informeren om iemand anders weer te laten informeren dat zijn moeder is overleden. Dus ja, dat zijn niet echt de leukste berichten om die te delen. Maar het hoort er eenmaal bij, helaas. Ik kan er ook niks aan doen. Het is niet leuk. Totaal niet. Ik vind het ook niet leuk. Maar ja, en wat moet ik nog meer zeggen? Ik weet het echt niet. Ja, dan alleen maar eigenlijk voor de mensen die dit gaan zien. De familieleden of wat dan ook. En gecondoleerd ook namens mij. En namens mijn ventje die er nu niet is. En voor de rest kan ik dus nu ook even niet niks even nu doen.